Ja, FIFA 15 of niet? Fuck jou! Wil je snel, goedkoop en betrouwbaar FIFA coins kopen? Ga dan naar coinsfifakopen.nl. Gebruik de code TDT voor 7% korting. Hey kijkers van mijn kanaal, dus het is leuk dat jullie kijken naar deel 2 van FIFA Head to Head. Ik ben hier natuurlijk samen weer met Raoul. Yo mensen! Jullie hebben super veel reacties achtergelaten. Echt ongelooflijk. En super veel likes. Ik heb hier de video naast me openstaan. Ja. En de eerste opdracht die wij gaan spelen is met Bayern München. Bayern! Owen Hamburg heeft daar een reactie achtergelaten. So, daarom spelen wij met FC Bayern natuurlijk. Ja, dat moest een ganz viel Spaß machen. Ja, heel veel Spaß. Aangezien we de vorige keer 3 keer op rij gewonnen hebben, eigenlijk 1 liever en 2 keer gewoon keihard iemand vernederd hebben. Ja, dominatie. Precies. Gaan we gewoon nu weer domineren. Oh, wacht. We hebben een speciale opstelling zoals je Mires kan zien. 4-3-3 met een centraal verdedigde middenvelder. We hebben de Gold Neuer, we hebben Benatia, Boateng, Laam en Alaba achterin. Ja, de centraal. Beste spelers. Ja, precies. De beste spelers. Ja. En jij mag hem ook wat toelichten, Roel. Ja, het is gewoon simpel. De beste spelers van Bayern met z'n allen in de formatie. En ja, als je er gebruik van kan maken, waarom niet? Nou, top. Laten we dit doen. Hallo, even de Apel en Jorin Muller. Ik ben rood. En, ik ben blauw. Oké, opening gevonden. Oh, een schitterende bal voor! Ja! 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 Wat is de bedoeling? Wat hebben wij een boepgoal soms? Kijk dit! Oh, ja! Nee, neem toch wel even aan. Gewoon perfect gepositioneerd, perfect afgemaakt. Casillas geen schijn van kans. Oh, heerlijk. Oh, we moeten trouwens de Gangnam-stijl doen, hè, de volgende keer. Welke was het ook weer? LBX, volgens mij. Nee, midden drukken zei je toch ergens? Oh ja, of LB en dan je rechterstick indrukken. Nou, nu ben ik helemaal van mijn ditje gedoe af. Ja, flanken. Run, Rob. Oh, Ribéry. Waarom is hij sneller bijna met dinges? Hup, is dat weer Bastiaan? Schweinsteiger! Oh shit, we moesten de Gangnam-stijl doen. Hier, weerkontjes schieten. Was wel mooi in de verre hoek. Vind je Schweinsteiger zo goed dan? Nee, op FUT vind ik het best tegenvallen, maar nu scoort hij wel 2 keer. Alsjeblieft. Oké, Gangnam. Ja, waar ben ik dan? Hij staat daarachter. Ja, waar? Sta ik ook de Gangnam dan? Ja, als het goed is wel, ik zag het net. Ja! Ja, we zijn er bij de Gangnam-stijl. Woehoe! Die Casilla, wat een keeper. Oh, hij is weg. Wat? Of ben jij weg? Connection has been lost with your opponent. Of ben ik weg? Er staat connection has been lost with your opponent. Nee. Nee, ja toch? We zitten er toch nog in. We hebben verloren! Hè? Hè? We zitten nog op Skype. Ik zit er hier nog in. Ik heb nu dat menu voor me. Ik ga nu maar... Kijk! Zit er. Oké. Altijd die fucking Duitsers en we staan er ook gewoon voor. Hoe de 3-0, hoe kunnen we dan verliezen? Waarom zouden we weggaan, IE? Daar heb ik gewoon 0-3 verloren. Serieus? Ja, staat 0-3 verloren. Nou, dan vast wel weer dezelfde tegenstander zijn. Hebben ze weer Real? Ja. Raoul. Ja. Doe iets. Wat? Oh, hey, goeiemorgen. Oh, Roma. Boom. Ah! Hier! Waar ben ik? Nee, ik sta niet in het scherm. Oh, volgende keer zou ik wel naar je toe rennen, maar... Oh, heerlijk gewoon even IE. Damn. Zo! Oh! 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 Get wrecked, mate! Beter reeds, kwintje! Oh! Huppakee. Frank Ribéry. Oh, beter reeds kwit hij gewoon. Beter reeds kwit hij gewoon. Verdediging gepoord. Oh, mijn god. Solo. Hey, penna! Oh, wat moet hij pist zijn gewoon. Neem hem met je keeper. Ben ik dan? Weet ik niet. Ja, neem hem met de Neuer. Doe het. Show ze. Laat ze vernederen ze, Finn. Rechtsboven in de hoek. Helemaal rechtsboven. Manuel Neuer. Kom naast me staan. Kom naast me staan. Oh. Huh? Hij wil liever Hij zat wel goed in de hoek. Ja, hij was lekker. Lekker. Oh, Neuer. Go. Hey! Volgende team die we gaan kiezen is natuurlijk Chelsea. Jullie hebben massaal Chelsea gekozen. Ik vind dit wel het mooiste shirt die ze hebben. We spelen voor de verandering eens een keer tegen Real Madrid. Ja! Zo! Oh, nee, mijn god! Hoe kan je die missen? Lobby Gravy, wat de... Wat? Kijk dan!
Gewoon letterlijk mis, gewoon. Ja, ja. Hier, Costa die denkt van ja, fuck jou. Gooi nog. Oh! Jij beest. De save. Heerlijk. En ook gewoon geen corner. Ja, ja. Ja! Ja! Gangnam Style! Nee, we moesten Gangnam Style doen! Zo, Panna! Koekoek! Koekoek! Daar ging je! Dat is vervelend mode, dus ik wil hem nog een keer zien. Hij is nog steeds aan het zoeken. Geef de Panna, geef de Panna. Oh! Je schrikt die vannacht nog een keertje wakker van, hè? Oh, nee, je had hem meteen moeten geven! Had ik een scorpion kick. Nee, dat lukte niet. Die verdediger had het sowieso. Shit! Als die goed was voorgekomen, had je scorpion kick kunnen doen. Nee, man. Ja, echt wel. Stonden sowieso te veel verdedigers bij. Nee, nee, gewoon nee. Wie heeft al een keer online een scorpion kick gescoord, Javik? Hè? Huh? Hè? Huh? Hè? Huh? Huh? Ja, FIFA 15 of niet? Fuck jou! Get out of nowhere. En we hebben nog één gooi, joh. Oh, geweldig. Zo. En het is... Ja, nee, dat was echt op de bal, hoor. Hier, Kroos, fuck jou. Mooi, die had nog geen geel. Rood! Wat? Serieus? Nou, dit is inschattingsfout. Ja, is gewoon ook niet tackle van achter met twee benen. Ik doe niks! Nee! Nee! Ah, oh, nee! Ik wil wel winnen, ik wil niet verliezen. We hebben al een keer verloren door de stomme EA-server. En nu verliezen we weer door de EA-server die rood geeft aan een poepovertreding waar niks van klopt. Hoe kan dit een goal zijn? Nee! Hij krijgt twee kansen. Het is jouw fout. Ja, is goed met je. Houdoe. Ik moest lachen. Zo, was ja, nodig. Het is rood. Het is niet rood. Wat? Zei ik! Waarom? Waarom? Holy crap! Er stonden nog spelers naast. Nice! Twee keer rood. Boeien. Ultra-tacking. Ja, gaan we alles al daar aan zetten? Ja, tuurlijk. Goed zo, keepertje! Hey! Hey! Ook rood. Hey! Scheids! Ja, hè? Hè? Man, dit was onze 2-2. Dit was de 2-2. Maar ja, als de corner. Oké, als de keeper meegaat. En dat doet hij. Oké, wacht, pas hem. Gewoon één keer voor. Ja, maar alleen zij gaan een keeper uit laten komen. Nee, zeg doet niet! Hij duikt er gewoon voor! Nee! Nee! Oh, wat is dit zuur? Wat is dit zuur? Zag de keeper! Hij had hem bijna met zijn helm gewoon erin gekopt. Oh, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe head-to-head. Vergeet niet een reactie af te laten met wie wij de volgende aflevering moeten kiezen. Like mekaars reactie daarbij. En wie weet komt jouw reactie in de volgende video voorbij. Mensen, mochten wij bijvoorbeeld een vette, zieke goal scoren, wat mogen wij dan doen? Moeten wij, of mogen wij dan bijvoorbeeld een eigen team naar keuze kiezen? Of, laat het vast reactie. Als we missen voor open goal, dat we dan een slecht team moeten nemen. Ja, zoiets. Een ster degradatie of zo. Ja, precies. Mensen, tot de volgende keer. En zoals gewoonlijk zeg ik tegen jullie altijd, ciao! Yo!